Het aantal burenruzies zal deze zomer hoger zijn dan andere jaren. Dat verwacht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Door het coronavirus wordt er niet alleen thuis gewerkt, maar ook thuis vakantie gevierd. Zodra de zon weer tevoorschijn komt, verwacht het CCV meer barbecues, meer muziek, meer rumoer en dus ook meer ruzies. Buurtbemiddeling Groningen deelt de zorgen van het CCV. Zij zagen tijdens de warme dagen van juni een verdrievoudiging van het aantal gemelde burenruzies. Uiteindelijk gaat het nog steeds, in de meeste situaties gaat het om woonoverlast als in leefgeluiden, dat mensen geluid van elkaar horen, dat ze zich irriteren aan bepaalde dingen, hard dicht slaande deuren of de ramen die openstaan en dan de muziek die daar lekker uitknalt of die misschien zelfs door de muren heen komt. Blaffende honden, dat soort zaken, dat is ook een veelgehoord iets. En dat zijn wel de typische dingen die we horen, maar wat we daarnaast dus horen erbovenop. Ja, ik zit nu al een hele tijd thuis. Ik moet nog steeds thuis werken, ik heb mijn rust daar ook nodig. En ik moet de komende maanden misschien ook nog wel thuis werken. Ja, dan gaat die spanning dus wel echt wat extra worden. Buurtbemiddeling Groningen roept op om bij ergernissen met de buren op tijd bemiddeling in te schakelen en de situatie niet te laten escaleren. Heel belangrijk daarin is, laat het niet te hoog oplopen. En als de frustratie eenmaal oploopt, dan is het heel moeilijk om nog tot een redelijk gesprek te komen. En als je nou merkt dat je boos wordt, laat het dan dus niet zo ver komen dat je midden in de nacht, 3 uur 's nachts, bij iemand aanklopt, aanbelt en roept, mag het nu alsjeblieft stoppen? Maar als je voelt dat het eigenlijk al niet helemaal lekker loopt, dat je eerder dan aanklopt bij je buren en ook op een rustiger moment probeert met elkaar in gesprek te gaan daarover. Dat is een hele belangrijke. Kom je er nou niet meer uit, kijk, dan zou je terecht kunnen bij buurtbemiddeling. Op problemenmetjeburen.nl kun je adviezen vinden hoe te voorkomen dat een ergernis uitloopt op burenruzie.